Professor Zegveld, welkom bij Brandpunt in de Markt. We hebben net gezien welke inspanningen er worden gepleegd om die superchip voor elkaar te krijgen. Philips investeert daar 2 miljard gulden in en die chip is dan nodig om de internationale concurrentie aan te kunnen. Kan zo'n project mislukken? Ja, ik denk dat een project kan op verschillende gronden mislukken. Ik denk op de eerste plaats dat een project kan te laat komen. De resultaten van het project kunnen te laat komen. Daardoor heeft de concurrentie, of de andere projecten waarmee dit project van Philips en Siemens in concurrentie is, komt dan in het nadeel. Er zijn natuurlijk andere overwegingen. Het is een heel moeilijk technisch project, technisch-wetenschappelijk project. Je kunt daar pech mee hebben. Dat je zou zeggen van het project mislukt echt in zijn totaliteit. Ik denk dat de kans daarop heel klein is. Maar laten we het maar van de optimistische kant bekijken en niet 1, 2, 3 praten over een eventuele mislukking. Als die superchip er komt en hij komt er op tijd, kun je dan zeggen dat wij als Nederland in één klap onze technologische achterstand ingehaald hebben? Of is daar dan nog geen sprake van? Nou, de chip is en de elektronica is natuurlijk een stukje van de technologie, van de nieuwe technologie in ontwikkeling is. Er zijn ook andere technologiegebieden die in ontwikkeling zijn. Ik denk dat voor de elektronische industrie voor het bedrijf als Philips het van uiterst groot belang is dat het megachip-project slaagt, dat het ook op tijd slaagt, omdat Philips daarmee voor de mogelijkheid heeft om in tal van haar producten, consumentengoederen, professionele goederen, medische equipment, die chips in te bouwen en daarmee niet alleen met betrekking tot de chip in goede concurrentieposities komt, maar ook voor tal van producten die Philips vervaardigt. Je kunt niet zeggen dat we in één keer onze achterstand ingehaald hebben, maar we hebben dan een stukje van die achterstand ingehaald. Het is een goede basis voor verdere ontwikkelingen. Ja, een goede, maar ik denk ook een essentiële stap in de verdere ontwikkeling. Ja, hebben we een grote achterstand op het ogenblik, een alarmerende achterstand? Ik denk dat een bedrijf als Philips alles doet om in de pas te lopen op het gebied van de technologische ontwikkeling in relatie met zoals die plaatsvindt in andere landen. Ik denk dat daar toch in Nederland tal van andere bedrijven zijn, ook in andere technologische sectoren, die nogal wat achterlopen. Ja, en dat is heel vervelend. Is heel vervelend. Hoe komt het dat wij zo'n achterstand hebben opgelopen? Hebben we zitten te slapen? Waren we zo tevreden met onze welvaart dat we niet zagen dat om ons heen de wereld veranderde? Waarom zo'n grote achterstand op de Verenigde Staten en Japan op het ogenblik? Ik denk dat de achterstandspositie die Nederland heeft opgelopen in vergelijking met een aantal landen, zoals u ze noemt in de wereld, maar ook met een aantal andere Europese landen, toch gebaseerd is op het feit dat in de periode, in het midden van de 70er jaren, toen door de oliecrisis met name alle geïndustrialiseerde landen werden geconfronteerd met het probleem van de economische ontwikkeling en toen ook maatregelen genomen hebben, dat we in Nederland pas wat later aan toegekomen zijn. En ik denk dat dat vooral gelegen is in het feit dat we juist door die oliecrisis een grote additionele inkomsten gekregen hebben vanuit de export vooral van het aardgas. En dat de problemen in Nederland aanzienlijk meer versluierd heeft dan in andere landen. En daardoor hadden wij niet in de gaten dat de situatie veranderde, omdat we niet met de gevolgen geconfronteerd werden. Inderdaad, ik denk dat er zijn natuurlijk best mensen in Nederland geweest die dat in de gaten gehad hebben. Maar ik denk dat de politieke wil op dat moment nog niet zodanig was dat het systeem kon worden omgezet. Hoe ziet de toekomst eruit als we de achterstand waar we het nu over hebben, als we die niet inhalen de komende tijd? Nou, ik denk dat wanneer wij die achterstand niet inhalen en de landen waarmee wij voor onze industrieproducten met name in concurrentie zijn, daartoe wel in staat zijn, dat dan een slechte situatie voor Nederland is. Ik denk dat we dat dan de verschillen in welvaarts- en welzijnsontwikkeling dan tussen die landen en Nederland aanzienlijk groot zullen worden. Wat betekent dat nou in de praktijk? Wat betekent het voor de werkgelegenheid? Wat betekent het voor mijn welvaartspositie de komende tijd als het niet lukt? Ja, ik denk dat de welvaart aan de ene kant en de werkgelegenheid toch vrij sterk eraan gekoppeld. Anderzijds, omdat die toch in belangrijke mate ook afhangt van de concurrentiepositie die we innemen. U weet, we exporteren dan ongeveer 50% van wat we in Nederland vervaardigen.
wanneer we dus de race met de anderen in de technologische ontwikkeling met de andere landen niet bijhouden, betekent dat niet alleen vermindering van welvaart, maar ook zeker teruggang in werkgelegenheid. Een stijging van de werkloosheid. Een stijging van de werkloosheid. Ja. Er wordt wel gezegd, we worden de derde wereld op technologisch gebied. Hè? Is het overdreven of klopt dat? Nou, ik denk dat... De kentering is al ingezet. Ik denk dat die ook zal doorzetten. Maar wanneer dat niet het geval zou zijn, dan lopen we inderdaad dat risico. Ja, hoge werkloosheid vermindert de welvaart als het niet lukt. Stel dat het wel lukt om die achterstand in te halen. Hoe ziet de toekomst er dan uit? Ik stel me voor dat robots, dankzij die technologische ontwikkeling, veel van het geestdodende werk zullen overnemen. Dat is een voordeel. Maar wat gebeurt er met die mensen die nu aan de lopende band een boterham verdienen en wie je werk straks wordt gedaan door die robots? Ja. Nou, de situatie van werkgelegenheid wordt altijd vergeleken met mensen die aan de lopende band staan. Het percentage van de mensen in de productiesector die aan de lopende band staan is uitermate laag. Dat is één. Je ziet, daarnaast zie je een geweldig stuk opschuiven in behoefte aan hoger gescholden. Dat geldt niet alleen in het bedrijfsleven, maar dat geldt in alle sectoren. En daarnaast kun je zeggen dat er toch een vrij grote verzorgende en ambachtelijke sector zal blijven, die ook zeker bij stijgende welvaart toch ook weer een groter aantal mensen kan absorberen dan nu het geval is. Wat voor soort banen zullen er verdwijnen en wat voor soort banen komen er voor in de plaats, om de gedachte te bepalen? Ja, ik denk dat is betrekkelijk moeilijk te zeggen. Ik denk dat varieert van sector tot sector heel erg. Ik denk dat je kunt zeggen dat in de traditionele productiesector, zoals we die kennen, dat de werkgelegenheid in de productie in traditionele zin, dat nog sterk zal afnemen. En je ziet dat aan de grote computerfabrikanten in de Verenigde Staten. Ik denk dat IBM daar een interessant voorbeeld van is. Van de totale werkgelegenheid bij een bedrijf als IBM is 10% ligt in de productie. En 90% ligt op de ontwikkeling, de verkoop, de servicing, de hele management van het bedrijf. Dus je ziet daar dat al een heel groot deel van het productieproces, niet of een heel groot deel van de werkgelegenheid in zo'n traditioneel productiebedrijf, dat niet echt op productie gericht is. Zit meer in de verzorging. Zit meer in de verzorging. Ja. Dan slotvraag. Ja. Bij de eerste oliecrisis zei Den Uyl, het wordt nooit meer als vroeger. Met andere woorden, het was afgelopen met de spectaculaire welvaartsgroei. We zouden voortaan genoegen moeten nemen met minder, zei Den Uyl toen. Zegt u hem dat in 1986 na? Nou, ik ben het eigenlijk nooit zo mee eens geweest. Ik denk dat het ook niet zo is. Ik denk dat er ook geen redenen zullen zijn. Er zijn geen principiële redenen op grond waarvan we de groeipercentages in de economie die we in de 60er en 70er jaren gehad hebben, in de 90er jaren niet zouden kunnen halen. En ik denk dat er een interessant nieuw feit daarbij is. En dat is dat de nieuwe technologie waarover we nu spreken, de informatica, dat in tal van opzichten bijvoorbeeld een niet vervuilende technologie is. En ik denk dat het een technologie is die je op tal van gebieden in de samenleving zult zien introduceren. De informatica rukt op, zullen we wel zeggen, over een breed front. Mensen krijgen daar een grotere gewenning mee. Je ziet dat nagenoeg alle jongelui hebben of een computer of zijn ermee bezig en hebben daar een grote vertrouwdheid mee. Veel meer dan ik zelf en wellicht dan u heeft. Nou, ik heb ook een. Oh, ja. Nou. Dus ik denk dat uitgangspunt van die technologie en de mogelijkheden die die technologie biedt en de acceptatie die die technologie nu gaandeweg aan het krijgen is in de samenleving een uitermate interessant en solide uitgangspunt is voor een mogelijkheid van een flink stuk economische groei weer in de eindtachtiger en de negentiger jaren. Wat u betreft kunnen we met optimisme de negentiger jaren tegemoet zien. Zeker wel. Bedankt voor dit verhaal. Graag gedaan. Tot ziens. Ton Verlint in gesprek met professor Zegveld. U weet het misschien, elke maand in Brandpunt in de Markt richten we de camera's op iemand met een bijzonder beroep. Iemand die na een hele specifieke opleiding een opmerkelijke beroepskeuze heeft gedaan.
Voor de nu volgende bijdrage trokken we per helikopter helemaal naar de Noordzee. En op volle zee ontmoeten we daar deze jongen. Wat wilde je worden toen je 4 jaar oud was? Timmerman. En toen je 12 jaar was? Elektricien. En toen je 18 was? Toen wilde ik een vrij beroep kiezen. Je bent nu 23, wat doe je nu? Ik wil boortechnicus worden. Tom Brandjes begon een week geleden als boortechnicus in opleiding op het eiland Nedril 3, midden op de Noordzee. 43 kilometer uit de kust werkt hij samen met 40 collega's op een eiland niet groter dan een voetbalveld. Een paar jaar geleden was hier eigenlijk alleen maar zee, water, er was niks. En er komen een aantal mensen en die vermoeden dat er olie of gas zit en die zetten zo'n stellage neer en die gaan daar met al hun wetenschap en technieken tegenaan. En ze zetten daar constructies neer wat men vroeger niet voor mogelijk hield. Toen je hier voor het eerst kwam, hè, was je toen geïmponeerd? Ja, je hebt er geen idee van wat er gebeurt hier op zee als je er niet geweest bent. Het Boereiland, een wonder van techniek op volle zee. Op Nedril wordt naar olie geboord met enorme pijpleidingen die soms tot een diepte van 4500 meter in de Noordzeebodem worden gedreven. Tom, nauwelijks een week aan de slag, kijkt met verwondering toe. Je bent als het ware op een soort speurtocht door de onderaardse laag heen. Je weet van tevoren nooit wat je tegenkomt. Je weet pas wat er aan de hand is als je er doorheen geboord hebt. Dus dat is eigenlijk altijd avontuurlijk. Werken en wonen op een boereiland, een uitzonderlijk bestaan. Er wordt gewerkt in ploegendiensten en het is een komen en gaan van helikopters. 2 weken werken, 2 weken vrij. Dat is de cyclus. Een flinke omschakeling voor iemand die net de schoolbanken heeft verlaten. In het begin moet je altijd even kijken ze de kat uit de boom. Van wat krijgen we in de Kuip? En ja, je komt van school af, dus ja, je bent toch een studentje, zo gezegd. En het is dus een kwestie van hard aanpakken en tonen dat je er bent. Ja. Dus keihard werken? Ja, vooral 12 uur per dag, 2 weken lang. Dus geen oponthoud. Tijd voor ontspanning is er in die werkweken nauwelijks. 'S Avonds even een keutje leggen, daarna trekt Tom zich terug in zijn kamer, waar hij voor het slapen gaan nog wat studeert. Na de MTS volgde hij een opleiding aan de Hogeschool voor Gas- en Petroleumtechniek in Den Helder. Wat leerde hij daar? Productie, boortechniek, geologie. Dat zijn echt de vakken die gericht zijn op de oliewereld. En zo'n opleiding duurt 4 jaar? De opleiding duurt 4 jaar, ja. Waarvan het 3e jaar stagejaar is. Wat is nou het verschil met een normale HTS-opleiding? Want daarmee is het enigszins te vergelijken. Ja. Het verschil zit hem denk ik in de manier van lesgeven. Er wordt veel meer praktische les gegeven. En als je ook in de olieindustrie komt te werken, dan heb je duidelijk een voorsprong op mensen die een normale HTS gedaan hebben. Maar de overgang van studie naar werk is groot, want met alle opleiding die je hebt, begin je toch zo, als een matroos aan boord van een schip, met de eenvoudigste karweitjes. Na 4 jaar studie is Tom degene die het dek schoonhoudt en de boorvloer voorziet van materialen. Er staat een goed beginsalaris tegenover, zo'n 4000 gulden bruto per maand. Maar het gaat slecht met de offshore. Hoe ziet Tom zijn toekomst? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Als je nu kijkt dat ondanks de slechte tijd ik even goed aan het werk ben gekomen met mijn opleiding en de meeste jongens van mijn klas, denk ik dat dat best wel meevalt. Ja. En mocht het niet lukken in de oliewereld, kan je met een hbo-opleiding altijd nog ergens anders terechtkomen. Voorlopig hoopt Tom nog in lengte van jaren ver van de wal te blijven. Want dat heeft ook nog andere voordelen. Waar ligt nou Nederland? Waar ligt de kust? Ik weet het niet precies eerlijk gezegd, maar ik geloof dat we in die richting gaan. Ja, ja. Heb je in die richting een vriendin? Als het goed is wel. Ze was van de week naar Frankrijk, dus het kan ook zijn dat ze meer die kant op zit. Maar je hebt een vriendin? Ik heb een vriendin, ja. En wat vindt hij er nou van dat je hier toch 2 weken lang op zo'n eiland bent? Ze vinden het prachtig. Prachtig? Ja, of we vinden het samen prachtig. Als ik na 2 weken thuis kom, dan begint alles weer van voorop aan. Dan is alles weer fris en nieuw en we hebben elkaar een hoop te vertellen. Dat is echt heel leuk. Er is geen sleur.